Het parkeren in een schuin of haaks parkeervak kan zowel voorwaarts als achterwaarts uitgevoerd worden. Is er een beperkte ruimte, dan is het beter achterwaarts te parkeren. Het voertuig is dan wendbaarder. Het parkeren in een schuin parkeervak vanuit de verkeerde kant is verboden. Observeer het achteropkomende verkeer. Voor het voorwaarts parkeren in een parkeervak Stopt u uw voertuig ongeveer twee parkeervakken voor het parkeervak waarin u wilt inparkeren, langs de rechterkant van de rijbaan. Voorwaarts inparkeren kan zowel aan de linker als de rechterkant van de rijbaan. Kijk eerst of de verrichting kan worden uitgevoerd zonder dat u daarbij het overige verkeer hindert of in gevaar brengt. Voordat u gaat inparkeren, kijkt u eerst naar voren, in de binnenspiegel, in de linker buitenspiegel. Over de linkerschouder, in de rechterbuitenspiegel en over de rechterschouder. U moet al het andere verkeer voor laten gaan. Begin langzaam te rijden en kijk juist voor het insturen in de binnenspiegel, in de buitenspiegel en over de schouder. Stuur vlot in en rijd het parkeervak in. Zodra u het parkeervak bent ingereden, stuur vlot terug zodat uw wielen rechtuit staan. Bij het achterwaarts inparkeren stopt u op ongeveer twee parkeervakken voorbij het parkeervak waar u wilt inparkeren. Kijk eerst of de verrichting kan worden uitgevoerd zonder dat u daarbij het overige verkeer hindert of in gevaar brengt. Voordat u gaat inparkeren, kijkt u eerst naar voren, in de binnenspiegel, in de linker-buitenspiegel, over de linkerschouder, in de rechter-buitenspiegel en over de rechterschouder. U moet al het andere verkeer voor laten gaan. Begin langzaam achteruit te rijden en kijk juist voor het insturen in de binnenspiegel, in de buitenspiegel en over de schouder. Stuur vlot in en rijd achterwaarts het parkeervak in. Zodra u het parkeervak bent ingereden, stuur vlot terug zodat uw wielen rechtuit staan.